We staan hier op de Deventer Boekenmarkt, de 33e editie en gelukkig dit jaar weer in volledige vorm. Afgelopen jaar moest het iets kleiner, dit jaar ook de Brink weer gevuld, zoals jullie achter mij kunnen zien. Alles bij elkaar verwachten we zo'n 80.000 bezoekers vandaag. Dat is iets minder dan in reguliere jaren, maar dat komt met name omdat het vandaag wat minder goed weer is. Gelukkig is het op een paar kleine buitjes na droog hier in Deventer en de sfeer zit er goed in. Bezoekers kwamen al vroeg naar Deventer toe en gelukkig zijn de echte boekliefhebbers hier niet van de markt af te slaan. Ja, we zijn op zoek naar een boek. En jij wist hoe het heette, maar je wilde het mij niet vertellen. Dex, vertel eens, hoe heet het boek? Rutger, Thomas en Paco, de tijdmachine. Aha, Rutger en Thomas en Paco en de tijdmachine. Die zoek jij. En we zijn er net, hè? Dus we hebben nog een boekkramer te gaan. Hè? En we lezen heel veel boeken thuis, toch? Met voor iedere avond. Roald Dahl, welke nog meer? Worden? Ja. Nou, van alles en nog wat. Er zijn zoveel boeken, dus we gaan eens lekker rondkijken. Wij zijn op de boekenmarkt omdat het heel leuk is en het is een hele leuke plek en je kunt heel veel boeken kopen. Wij hebben zelf meer dan 50 boeken gekocht in totaal. Demon Slayer box set van 23 manga's. Wij wonen in Deventer en het is een superleuk uitje. Janne vindt het heel leuk om Donald Duckjes te lezen, want dan kan ze naar de plaatjes kijken. En alle spannende avonturen van Donald Duck. Ik ben heel blij met de boekenmarkt tot nu toe. Er valt echt ontzettend mee. Ik sta inmiddels 10 jaar op de boekenmarkt. En tot nu toe was het altijd echt prima weer. En heel fijn. En ook lekker druk. En een mooie dag. Maar in de aanloop van deze keer was het een beetje afwachten wat het zou worden. Heel veel regen gehad natuurlijk deze week. En voor vandaag was de voorspelling ook niet echt fijn. Dus vanmorgen had ik nog twijfels van zal het wat worden, zullen we gaan. Maar ik ben heel blij dat ik er ben. En het is echt weer een hele fijne boekenmarkt. Met veel mensen en gezellige mensen, leuke praatjes en een behoorlijke omzet. Ja, dus ik ben blij.